Daar wat de vraag. Nou, nee, drugs eigenlijk neem ik niet hoor. Maar wel speciale muziek gebruik ik om in een bepaalde geestestoestand te komen. Dus een beetje meditatieve muziek en ik loop wat rond. En, maar drugs, dat... nee, dat... dat is een... Nou, nee. Ja, ik denk dat het helemaal niet zo gek is misschien hoor. Dat er heel veel kunstenaars dat wel doen. Want je, ja, je hebt een dimensie erbij dus. Maar ik, ja, ik durf dat ook gewoon niet. Maar hoewel, ik denk dan, ik haal ook genoeg uit mezelf eigenlijk. Hè, door een bepaalde sfeer te creëren. En dan gaat dat werk ook pas. Dat duurt vaak lang hoor. Ja, dat gaat eigenlijk heel intuïtief. Die kleuren die kies ik echt intuïtief. En dat heb ik altijd al zo gedaan ook. Dus ik begin altijd met een ontwerp te maken. Dat heb ik vroeger geleerd, ontwerpjes en alles. En dan ga ik beginnen. En dan ga ik op een gegeven moment ga je afwijken als het ware. Hè? En de kleuren komen vanzelf. Dan kijk ik gewoon naar het evenwicht in het schilderij ook. Dus daar wat lichter, daar wat donkerder. Je moet ook naar licht-donker kijken natuurlijk. En ja, zo is het eigenlijk ook met die kleuren. Maar dat, ja, ik probeer toch altijd wel iets een beetje wat poëtisch te maken. Dan is het voor mij pas, het is een gevoel dat ik denk van, ja, nou is het goed. En het duurt vaak heel lang. Ik denk toch dat het heel belangrijk is voor mensen om zich goed te voelen. Dus dat ze kunst kunnen zien. En kunstenaars zijn ook mensen die misschien een beetje anders kunnen laten kijken. Dat je anders naar dingen kijkt ook. Hè, bijvoorbeeld, als ik hier wel eens mensen krijg en die zeggen dan, ja nou, wat is dat nou? En die willen dan alleen exact iets nageschilderd hebben. En dan zeg ik, ja maar in je hoofd. Zo, als je droomt, dan zie je toch ook de meest wilde dingen en zo. Dat is ook echt. Dus dat maak ik eigenlijk. En ik denk dat het ook wel heel belangrijk is dat mensen ook wat verder leren kijken. En ja, kunstenaars zijn misschien wel zieners. MUZIEK